Vorige week kwamen er al meer berichten over K3. Het weekblad De Galamaal schreef dat K3 in het slop zit. Het is alweer een tijdje geleden dat ze nog een hit scoorden en ook bij de waren ze in geen enkele categorie genomineerd. Er is natuurlijk wel meer concurrentie dan vroeger. Guts Verhulst zou K3 weer kunnen herlanceren, stond er ook nog te lezen. Maar die zijn agenda staat zo vol dat hij daar lichte tijd niet voor heeft. Dat zijn niet de berichten die je wil horen over K3. Zowel Hanna als ik hebben nog nooit een musical gedaan. Reageert Marde bij VTM Nieuws. Het is leuk dat we dit dan kunnen delen met Julia. Aan stoppen denken de meisjes niet. Nee, voor ons moet het niet stoppen. Als we mogen, willen we nog jaren doorgaan, besluiten de meisjes in koor.